Alsjeblieft, meneer Beertemaat. Een van de eerste exemplaren van het schoolboekenrapport Linkse Indoctrinatie. Heel mooi. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik ben er ook heel trots op dat ik bij de eerste hoor die dat rapport ontvangt. Ja, het is. Ik ben heel blij dat jullie dat gedaan hebben. Want ik zit er natuurlijk al tijden achteraan, samen met Forum voor Democratie. Maar ik mag wel zeggen, daar ben ik ook trots op, dat ik de eerste ben die het op de politieke agenda heeft gezet. En dat was al onder Bussemaker, meen ik. Nou, die wist nergens van. Dus toen dacht ik, nou komt de volgende minister en die gaat natuurlijk heel erg verschrikken. Maar dat is mevrouw Ingrid van Engelshoven, die vindt ook dat er niks aan de hand is. Dat het zelfs nog verder moet gaan. Ja, want zij is inderdaad meer activist dan minister, zeggen, verwijt ik ook haar altijd. Maar wij hebben eigenlijk niet de logistiek en de bemensing om daar heel... echt een onderzoek naar te doen. Dat is allemaal een beetje hapsnap wat we doen. Maar daarom ben ik ontzettend blij dat jullie het wel gedaan hebben. En ik weet al dat het gewoon een heel degelijk opgezet onderzoek is. En ik ben er hartstikke blij mee. Dank u wel. Hartelijk dank ervoor. Uit peilingen blijkt dat de docenten in meerderheid op linkse partijen stemmen. Scholier Mats Nelissen bijvoorbeeld heeft anekdotisch aangetoond dat onderwijzers links bevooroordeeld zijn. Dit rapport bewijst onomstotelijk dat ook de schoolboeken links gekleurd zijn. Wat vindt u daarvan? Ja, het bevestigt alleen maar mijn vermoeden wat ik al heel lang heb. En wat ik ook heel vaak aan de kaak gesteld heb hier in de Tweede Kamer. Nou, wat vind ik ervan? Kijk, het is zo overduidelijk als wat. Wat mij ongelooflijk frustreert is dat de bewindslieden hier, of ze nou Bussemaker heten of Engelshoven of zelfs Slob, hè, ChristenUnie zou je toch denken, die zou daar wat meer gevoel voor moeten hebben. Er is gewoon een keiharde ontkenning. Het is gewoon een domme keiharde ontkenning van nee, er is niks aan de hand. Hè, jullie hebben een prachtig onderzoek gedaan naar schoolboeken. Ik heb zelf natuurlijk ook veel van die anekdotische voorbeelden, hè, ook van Mat Nelissen, maar ook van andere mensen doorgekregen. Maar als ik naar het hoger onderwijs kijk bijvoorbeeld, hè, en naar de lerarenopleidingen, maar ook naar de studies sociologie, politicologie enzovoort, dan gaat het daar nog veel verder. Daar zitten echt docenten en universitair docenten en hoogleraren die gewoon keihard activistisch zijn. He? En dat verwijt ik ze. Ik bedoel, ik pleit helemaal nooit voor een beroepsverbod of zo. Weet je, die vrijheid van meningsuiting is ontzettend belangrijk. Maar hou in de gaten dat je met de waardigheid van die toga die je aan hebt, heb je ook een taak om de wetenschap te verdedigen. En als je gaat gedragen als een echte keiharde linkse activist, ja, dan geef ik die mensen het advies, ga de politiek in. Daar hoort dat thuis. Weet je, maar ga niet die studenten op deze manier met zo'n linkse bias dat allemaal onder de neus wrijven. Dat is echt de bedoeling niet van wetenschap. Minister van Onderwijs van Engelshoven heeft gezegd dat ze in gesprek wil met de uitgevers van schoolboeken, omdat ze bijvoorbeeld nog te veel een traditioneel beeld geven van het gezin. Vindt u het de taak van de overheid om te sturen op de inhoud van schoolboeken? Ja, ik vind dit werkelijk schandalig. Ik verwijt onze minister ook in debatten doe ik dat, dat zij hoort een dienaar van de kroon te zijn. Hè? Dat ben je als minister volgens de grondwet. Dat betekent dat je daar zit voor het hele land. Voor mensen die allerlei verschillende politieke opvattingen hebben. Daar dien je naar te gedragen als minister. Deze minister, en dat verwijt ik haar vaak, is veel meer een keiharde D66-activiste dan dat ze minister is. Weet je, ze heeft draagvlak natuurlijk, absoluut, onder D66, onder GroenLinks. De SP wordt het al wat minder. Maar het zijn alleen de linkse partijen waarvoor zij haar kunstje doet. En al die andere mensen laten ze keihard in de kou staan. En dat vind ik werkelijk te schandalig voor woorden. Benaderen ouders u met klachten over bijvoorbeeld links gestuurd onderwijs? Ja, absoluut. Ik krijg in mijn inbox krijg ik natuurlijk tips en voorbeelden. Maar vooral ook via DM op Twitter. En Twitter is voor ons natuurlijk wel heel belangrijk. En daar komen nog wel eens wat, daar worden nog wel eens wat voorbeelden aangedragen, ja. De schoolboeken stellen bijvoorbeeld de jihad stelselmatig voor als een geestelijke strijd om een goede moslim te zijn.
en niet als de gewapende strijd tegen de ongelovigen, zoals de Koran hier wel over spreekt en zoals het altijd door imams is uitgelegd. Wat vindt u daarvan? Ja, wat denk je zelf dat ik ervan vind? Dit is een van de meest beruchte voorbeelden natuurlijk. Om de jihad als een geestelijke oefening voor iedere moslim te duiden. Ja, dat is natuurlijk op een ongelofelijke manier het verdonkere manen van de keiharde feiten. We zitten nu net in de week dat meneer al-Baghdadi zijn jihad niet heeft overleefd. En ja, daar moeten we ontzettend blij mee zijn. Maar als je kijkt naar de daden van deze meneer, die in de kranten en in de Engelstalige krant op een gegeven moment zelfs werd afgeschilderd als een gezaghebbend islamitisch klericus, dan denk ik, ja, kom op zeg, waar zijn we mee bezig? Kijk naar de voorbeelden. Mensen vergeten zo snel, hè? Maar mij staan die filmpjes van onder andere die Jordaanse piloot die levend werd verbrand in die kooi. Weet je, dat krijg je nooit meer van je netvlies af. Dat is jihad. Dat is de jihad die heel veel mensen verheerlijken, ook in Nederland. En ja, om dat te gaan bagatelliseren, daarmee maak je schuldig aan dingen die heel erg zijn. Volgens het UNICEF-handboek zijn scholieren, dan bijvoorbeeld klimaatmeisje Greta Thunberg als posterchild, uiterst bruikbaar als veranderingsagenten. Kinderen moeten hun ouders bijvoorbeeld een rode kaart geven wanneer ze een SUV rijden of de verwarming te hoog hebben. Wat vindt u ervan dat kinderen zo gebruikt worden in die klimaatstrijd? Ja, nou ja, ik ben wel ouder, dus ik kan me nog heel goed herinneren hoe het er in de DDR aan toe ging. Waar kinderen ook werden aangemoedigd om hun ouders aan te geven bij de Stasi, bij de autoriteiten, als ze in hun ogen verkeerde dingen deden. En die dingen werden ook aangereikt vanuit school natuurlijk. Dus ja, UNESCO is natuurlijk, ja, wat mij betreft, een ongelooflijk subversieve organisatie, waar we eigenlijk zo snel mogelijk uit zouden moeten. Dat is zo gecorrumpeerd. En ja, je noemt al een paar van die woorden, al die change agents en zo. Elke leraar, ook in Nederland, moet een change agent zijn. Dus die revolutie die zit erin gebakken. En die persoonsvorming zit erin gebakken. En dat is, ja, ik vind dat een gruwel, weet je. Ik ben een oude leraar, een oude onderwijzer. Ik heb 34 jaar lesgegeven in Rotterdam-Zuid. Aan de meest moeilijke leerlingen. Verheffing, emancipatie, kennis, daar gaat het om. Maar persoonsvorming, karaktervorming, dat hoort achter de voordeur thuis bij de ouders. Die hebben daar de grootste verantwoording voor. En mijn streven is altijd geweest, en dat moet het streven van onderwijs zijn, leer kinderen hoe ze moeten denken en vooral niet wat ze moeten denken. Hartelijk dank. Graag gedaan.